Goeiedag, dit is vandaag 15 Augustus 2022. Ik lees vir jou Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat, deur hom wat my krag gee. Kan een mens regtig alles doen, als Christus bij jou is en jou help, net wat je wil? Kan je bijvoorbeeld al jou persoonlijke idealen en doelwitte bereik, met die kracht wat hij voor jou gaan gee? Gaan mislukking daarin dus voor jou een bewijs wees, dat die Heere jou om een of andere reden niet genoeg kracht gegee het nie? Nee, dis nie wat hierdie vers bedoel nie. Maar hier is een ander waarheid, wat ons moet hoor. Dit is dat Christus ons kracht gee, om alles wat hij op ons pad laat kom, te kan deurstaan. Christus gee ons kracht om alle omstandighede te kan deurstaan. Ek is tot alles in staat. Mensen wat hierdie uitspraak maak, dat ons als Christene met behulp van die Here nou enige iets kan regkry, en dat ons sulke super suksesvolle wezens kan worden, misbruik hierdie tekst. Hierdie woordjie alles beteken nie al my persoonlijke ambities en ideale en doelwitte nie, maar dat het hier verwijst naar al die verschillende omstandigheden waarin ik mij in mijn leven kan beland. Met die Heerse genade zal ik daardoor komen. Daarom als Paulus oor zijn leven terugkijk, kom hy met die krachtige standpunt. Ik is tot alles in staat, die rom wat mij die kracht gee. Met die Heerse hulp zal ik die goeie en die slechte tye kan volhard. Ik zal kan doen dit waarvoor die Heere mij gemaakt het. Ik zal het doel van mijn leven kan bereiken, want hij geeft mij die kracht. Ik is tot zoveel meer in staat als wat ik met mijn twijfel kan denken. Want hij die goede werk in mij begin, wat hij gaan klaarmaken. Ik leef in zijn licht en in zijn liefde met zijn hoop. Kom eens bid saam. Hemelse God en Vader, ik plaas mijn hoop in u. Stap saam met mij. En help mij alsjeblieft in alle omstandigheden. Amen.